Nou, ik sta hier nu naast meneer of mevrouw natuurlijk Skelet. Met een controller, allemaal kerstversiering, allemaal mooie lampjes, een Samsung batterij. Maar wat stelt u nou eigenlijk voor? Yo guys, tof dat je weer kijkt naar een nieuwe volgende video van Kunstbende. Maar nu hoor ik jullie al denken, Tom, waar ben je nou? Ik ben hier vandaag in Sittard bij de Limburgse voorronde van Kunstbende. Hier achter mij loopt ontiegelijk veel talent rond en heel stiekem hoop ik dat ze mij ook iets kunnen leren vandaag. Let's go, laten we gaan kijken. Hello, what's your name? Oh no, I'll never be the same. You've been changing me. I've tried so hard not to play the fool. Nou Paul, zoals je al zei, we staan hier naast jouw genderneutrale skelet, zoals je het al mooi omschreef. Maar wat houdt het nou precies in? Ik zie een controller, eigenlijk een soort van kerstlichtjes, een batterij, maar waar kijk ik nou precies naar? Nou, het is de modernere mens. Als mensen blijven doorgaan met tv kijken, gamen en als ze dat zo blijven doorgaan, zouden we uiteindelijk uitkomen bij een geraamte alleen nog en je had je armen zijn weggevallen en daarvoor in de plaats zijn controllers gekomen. Ik sta hier naast Gina Illich, een prachtige naam, je ziet er prachtig uit in de categorie fashion. Nou, wat wil jij precies uitstralen met jouw kleding, met jouw modelijn, met jouw modellen die je achter zitten? Mag de camera ook al even naar kijken? Kijk eens aan. Wat wil jij precies uitstralen? Ik wil uitstralen dat gendernonconformiteit en gewoon anders zijn eigenlijk. Dat je dat gewoon mag zijn, dat je daar gewoon open over mag zijn, dat er niet weggestopt hoeft te worden. En dat de mensen daar ook niet zo negatief over hoeven te doen eigenlijk. Dan geef ik jou de allerlaatste slotzin. Wat is jouw boodschap aan de kijkers, aan het publiek? Wees jezelf en wees daar trots op. Helaas, dit was hem dan alweer, de volgende Kunstbende in Limburg. Zoals je ziet, ze zijn alles aan het opruimen. Het was een geweldige dag, veel gezien, veel ervaren, superveel talenten. Ik val bijna van het podium af, maar het was een hele mooie dag. Volgende week vrijdag staat er weer een nieuwe video. Die kun jij meteen gaan checken, liken, reageren, abonneren, de hele rambam. Tot de volgende.